Ja, dat is doodzonde, want ik heb het ook in de rust aangegeven. Als we goed zijn vandaag, gaan we winnen. We waren conditioneel beter. Je merkte dat we niet zoveel zelfvertrouwen hadden. Dus ja, dat was een ideale gelegenheid om te winnen. Alleen ja, we konden het helaas niet op het veld brengen. Marinus Dijkhuizen, wat frustreert je het meest? De nederlaag of de manier waarop die tot stand komt? Nou, dat we gewoon heel matig waren vandaag aan de bal. Dat we weinig konden creëren, ondanks het overwicht in balbezit. Ja, dan is het wel frustrerend als je met een overtal tegen honderdtal staat. Dat je dan niet dekt voor de goal als je een rebound komt waar je keeper hem geweldig pakt. Dan vind ik dat we de keeper in de steek laten. Heb je een verklaring voor waarom het vandaag niet lukt tegen een toch directe concurrent? Nee, moeilijk te zeggen. Hij maakt het heel klein. Daar hadden we moeite om daar doorheen te spelen. En dan hebben we in de kleine ruimtes dan missen we heel erg Azarkan. Om daar iets te creëren. En daarnaast hebben jongens daar meer moeite mee om in die kleine ruimtes te creëren. Ja, vooral dat. Dus we waren gewoon te veel jongens vandaag niet goed genoeg aan de bal. Ja, dan wissel ik eigenlijk gewoon om positie voor positie om in ieder geval een punt bij te houden. Maar zelfs dat lukte niet. Gebeurt er ook op zo'n moment dat er een rode kaart valt? Is er dan ook het idee van, hier kunnen we nu wat halen? Of maakt het dat juist alleen maar lastiger? Nou, ik had het gevoel niet. Wel, dat het misschien iets makkelijker werd in de restverdediging, omdat ze een man minder hebben. Daarvoor heb ik ook niet gewisseld om extra aanvallen erbij te zetten. Want ik had niet het gevoel dat we zomaar even gingen winnen. Dus dan moet je hier wel een puntje koesteren. En dat vind ik dat we als team slecht herkend hebben. Hoe frustrerend is het ook dat je nu zo'n directe concurrent, hè, die eigenlijk al meer en meer toch al geslagen in de touwen al hing, toch alweer een beetje in het zadel helpt? Ja, dat is doodzonde, want ik heb het ook in de rust aangegeven. Als we goed zijn vandaag, gaan we winnen. We waren conditioneel beter. Je merkte dat we niet zoveel zelfvertrouwen hadden. Dus ja, dat was een ideale gelegenheid om te winnen. Alleen ja, we konden het helaas niet op het veld brengen. Hoe vind je het ook dat er nu precies zo'n interlandperiode nog tussen zit? Nou, ik denk wel goed voor een aantal jongens. Ten eerste, een aantal jongens vinden het gewoon heel zwaar. Op dit niveau voor het eerst, dus dat snap ik wel. Een aantal jongens zijn gewoon minder fit. Die gaan woensdag spelen, hè. Vooral de jongens die binnengekomen zijn. En die kunnen ook even weer naar het thuisland. Dus ik denk dat het wel heel goed uitkomt. Je zei net ook, het is wel frustrerend dat je als spelers de keeper zo in de steek laat. Hè? Die een aantal goede reddingen in huis had. Ik sprak hem net ook. Dat is wel echt iemand die wekelijks wel echt wel gewoon zich goed laat zien ook. Ja, nee, absoluut. Ik ben erg blij met mijn keeper. Dus dat is des te frustrerend. Ook voor hem, maar ook voor iedereen. Dat hij inderdaad, dat gaat niet bewust. Maar iedereen staat voetbal te kijken. En dat is een beetje KKD-niveau. En dat wordt afgestraft in de Eredivisie. Ik zeg ook dat Simon maakte zijn debuut in de basis in de Eredivisie. Hoe kijk je daarop terug? Sorry, wie zei? Simon. Ja. Redelijk goed vind ik. Ze staan rond een beetje onwennig, vond ik. Daarna ging het beter. Heeft zich staande gehouden, dus dat was ruim voldoende. Gaan jullie sowieso die komende periode in, die interlandperiode? Je zegt ook, er gaan wat jongens wel minuten maken. Andere jongens gaan misschien even terug naar huis. Maar hoe gaat dat er sowieso uitzien? Nou, we gaan maandag dinsdag trainen. Woensdag spelen tegen Graafschap uit. En dan krijgen de meeste jongens 4 dagen vrij. Andere jongens komen donderdag en vrijdag nog even trainen. En die zijn dan heel het weekend vrij. Dus, grotendeels van de basis in ieder geval 4 dagen vrij, dus kunnen ze even bijdenken en wat anders leuks doen. Ben je ook een trainer die zo meteen in de bus de wedstrijd weer op gaat zetten en gelijk al terug laat kijken? Nee, vandaag niet. Dat zal morgen worden. Dus misschien hier na een paar beelden, maar voor de rest laat ik het even met rust.